is het met jullie? Goed. Ja, is het goed? Hoor een beetje. Gaat het echt goed met jullie? Super. Oké, gelukkig. Ik ben blij dat jullie er zijn. Welkom. Mijn naam is Wendelijn Gomez. Ik ben jullie host voor vanavond. We zijn dus bij de derde forum van Poetry Slam Rotterdam. En vanavond gaan we dus weer een aantal deelnemers een stukje voordragen. Een stukje van zichzelf laten zien, wat natuurlijk heel mooi is. Kwetsbaar, wat vaak ook ontmoet. Ik heb ook even tussendoor gehoord dat iemand hier ook weer na een lange tijd gaat staan. Dus het wordt ook een spannende avond. Dus ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik ga jullie in ieder geval eventjes voorstellen aan onze DJ. Dit is DJ Twan. Die is vandaag ook nog eventjes lekker komen. In ieder geval, er was eerst een andere DJ. Hij is in ieder geval een redder in nood. Waar ik super blij mee ben. Het is Twan. Hij organiseert sinds kort focus luistersessies. En dit is dus, hier hebben de artiesten gelegenheid om hun muziek te laten horen. En dat is dan ook weer muziek wat je net niet in de clubs hoort. En dat wij als publiek daarna kunnen luisteren en er ook echt van kunnen genieten. En die waardering aan de artiesten geven. Dus dat vind ik een heel mooi concept. Welkom. Dan hebben we ook nog onze fotograaf vandaag. Dat is Sandra Zeguera Pato. Ze is een artiest met Peruaanse wortels. En op haar 16e kreeg ze van haar moeder een camera. En ze is sindsdien niet opgehouden met fotograferen. Sandra studeert Interactive Media Design aan de Koninklijke Academie voor de Kunst in Den Haag. Afgestudeerd. Ze is inmiddels afgestudeerd. Super. En zij gaat vandaag dus de foto's schieten. Welkom, Sandra. Yes. Nou, hebben jullie er een beetje zin in? Ja, zeker! Love it. Nou, ik ga jullie een beetje een introductie geven van hoe de avond eruit gaat zien. Nou, zoals ik net al zei, er zijn dus een aantal deelnemers die een stukje gaan voordragen. We hebben de avond ingedeeld in drie rondes. De eerste ronde komen alle deelnemers aan de beurt. Er komen alle deelnemers aan de beurt. Die krijgen allemaal 3 minuten de tijd om een stukje voor te dragen. Na de 3 minuten gaat er een belletje af. En dan hebben ze nog 30 seconden uitlooptijd. En daarna zal onze DJ Twan de muziek inluiden. Om eigenlijk te laten weten dat het stukje voorbij is. Iedereen die na die 30 seconden nog bezig is, die krijgt dus wel strafpunten. Dus hou daar rekening mee. Vervolgens gaan we naar de tweede ronde. Die hebben natuurlijk ook allemaal een fiche gekregen. 3 kleurtjes, net aan het begin. We gaan na de eerste ronde de stemmen. De stemadviseur die komt dan eventjes nog feedback geven. Die krijgen de gelegenheid om te stemmen. En daaruit worden 4 deelnemers geselecteerd met de meeste fiches. En die gaan dan weer hetzelfde stukje voordragen. 3 minuten tijd, 30 seconden uitloop. En vervolgens gaan we naar de laatste ronde, dat is ronde 3. En dan gaan de 2 deelnemers met de meeste fiches gaan tegen elkaar strijden. Die krijgen 7 minuten de tijd. Gaan dan om en om een stukje voordragen. En uiteindelijk gaan we dus een winnaar uitkiezen. Voordat ik het trouwens even vergeet, welkom mensen thuis. Want we hebben ook mensen vanuit de livestream. Welkom, ik vind het super leuk dat jullie ook even mee komen kijken en dat dit een mogelijkheid is. Dus laat je inspireren, geniet van deze avond. En dat was eigenlijk een beetje de introductie van hoe de avond gaat verlopen. Dan ga ik dus beginnen met...